Zo na half juni, dan begint de tijd van een overdaad aan allerlei lekker zacht fruit. En dan denk je heel gauw aan rode bessen, witte bessen, zwarte bessen, jastabessen. Nou, de honingbessen hebben we al gehad. Nou, de krenten die beginnen ongeveer nu te rijpen hier in Midden-Nederland. Maar er is eentje, en dat is een boom, de moerbei. En heel veel mensen denken, een moerbeiboom in Nederland, doet hij het nou wel echt? Jazeker. Er zijn een paar rassen die het echt heel goed doen. En ik ga nu even een paar rassen opsommen. Een van de favorieten is de Milanowek. Die geeft echt heel mooi groot fruit. Wat ook nog eens een kleine steeltje zit, wat makkelijk plukt. Met een hele lekkere braamachtige smaak. Maar ze hebben altijd iets van een aroma. Ja, wat echt heel specifiek is. En misschien ken je moerbeien uit de winkel. Dan heb je van die gedroogde vruchtjes in zo'n bakje liggen. En die zijn vaak heel zoet. En er zit een beetje suiker overheen. Maar je kunt ze dus ook in je eigen tuin of in je voedselbos of je permacultuur heel goed als een boom planten. En dan zeggen mensen, ja, maar een moerbeiboom die wordt altijd heel groot. Maar we hebben hier een heel mooi ras. En dit is de witte moerbei. Dit is de karman. Of de kerman. En die geeft dus wit fruit waar de vogels veel minder snel aanzitten. En ik zeg veel minder snel. Want we zien hier zo dat vogels ook in de gaten krijgen wat lekker fruit is. En dan gaan ze niet zozeer meer naar de kleur kijken altijd. Maar ze hebben denk ik een aangepast brilletje. En dan denken ze, hey, die moerbeien die zijn rijp, ook al zijn ze wit. Dus we pikken er af en toe eentje. Maar een zwarte, die zullen ze veel eerder eten. En de witte, die moet je een klein beetje leren eten. Want eet je ze net iets te vroeg, dan zijn ze grasachtig. En dit is dus een heel mooi ras, de karman. Die echt heel goed is. Eigenlijk vinden we het gewoon de beste onder de witte. En wat heel veel mensen niet weten, de bladeren kun je echt heel goed eten. Maar de bladeren zijn ook voor bijvoorbeeld als je geitjes hebt, of als je paarden hebt, of als je koeien hebt, echt een hele fantastische voor de haag. En de karman die heeft een heel groot voordeel. Want zoals je hier ziet, ik weet niet of het de potjes ook te zien zijn. Als je heel iets naar beneden kijkt, dan zie je dat deze nog in potjes staan. En dan zie je nu al dat deze vol vruchten zitten. En dan heb ik het niet over ietsjes vruchten, maar die zitten compleet vol vruchten in allerlei stadia. En je ziet hier zo'n witte vrucht. En daar zie je een witte vrucht. Maar vlak voordat ze eigenlijk helemaal echt rijp zijn, dan gaan ze toch nog een heel stukje dikker worden. En ik heb zo'n voorbeeld hier in mijn hand. Ik weet niet of het heel duidelijk zichtbaar is. En je ziet dat deze heel ietsjes groener is en deze heel iets witter. En als ik hem nu in mijn hand heb, dan voel ik dat hij iets zachter is. Maar dat kun je met plukken niet echt voelen. Want dit ras laat wel zijn moerbeien soms een beetje snel los. Dus dan heb je rijp en onrijp. Maar toch, als je lang genoeg wacht, dan kun je bijvoorbeeld een kleedje eronder leggen. En dan schud je even een keertje. Nou, dan rammel je de moerbeien eraf op je kleedje. En dit ras geeft trouwens ook geen vlekken. Want heel veel mensen zeggen, heb ik een zwarte moerbei naast mijn terras staan? Zulke lekkere vruchten, maar dan heb ik allemaal vlekken op mijn stoelen, op mijn bankjes, op mijn tafel, mijn tuintafel. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal pure antioxidanten. En wat heel veel mensen niet weten, hier zit natuurlijk ook een hele vracht antioxidanten in. En moerbei hoef je echt niet gedroogd te eten om het ervan te kunnen genieten. Want de karman is dus een witte die echt intens zoet kan worden. En we hebben nu de afgelopen dagen heel weinig zon gehad en heel veel regen. En dan zie je dat ze iets fletser zijn, maar nog altijd echt zoet. En ze zijn best wel vastresistent. En ik noem nu best wel. We zitten hier midden op de Veluwe. En we hebben hier altijd de pech dat een koude bel in het voorjaar naar beneden zakt. Dus onze moederbomen, ja, daar hebben we helaas geen oogst van dit jaar. Maar deze in potjes die hadden we gewoon nog eventjes binnen staan. Ik denk, nou, na de vorst, dan zetten we ze naar buiten, zodat jullie dus mooie planten kunnen ontvangen. En wat is nou leuker, dat je zo'n plant ontvangt die gewoon al vruchtjes bevat. Misschien is het een beetje te laat voor Vaderdag, maar toch, het zou een hele leuke aanvulling kunnen zijn. Maar, of als je ergens op visite gaat in plaats van een bosje bloemen, dan geef je een bosje fruit. Dat is wel veel leuker. Maar hier zie je dus eigenlijk de grootte zoals ze worden. En dat is een best mooi formaat. Je ziet ook een mooi steeltje. En dan denk je, nou, het steeltje dat is irritant. Maar eigenlijk hap je hem er gewoon af. En ik ga nu iets doen. Dan ga ik eens kijken wat Esther ervan vindt. Ja, jullie mogen Esther natuurlijk niet zien.
Want dit is haar eerste witte moerbei van dit jaar. En ik zeg al, het is ietsjes bewolkt geweest en veel regenachtig, dus de smaak is minder zoet. Nou, zeg het maar. Esther zegt dit. Ze vindt het een beetje awkward, zou ik maar zeggen. Maar dit is dus echt een hele mooie plant. En als je zegt, van, hij mag niet groter worden. Je kunt de bladeren dus eten. Je kunt ze aan je dieren geven. Heb je geen dieren? Nou ja, iedereen heeft dieren, want in de grond zitten ook allemaal diertjes. Dus als je dan de chop-and-drop methode toepast, dan kun je deze... je bodem echt mee verbeteren. Dus als je, laat me zeggen, een scheut van 1,5 meter hebt en je denkt, nou dit is me te veel, dan knip je hem een stuk af, je laat hem op de grond vallen of je legt hem bij planten neer. En wat er dan gebeurt, de wormen die gaan heerlijk aan het werk, ook heel veel bacteriën, om de boel om te zetten in een neutrale bodem. En moerbeien bevatten heel veel calcium, dus heb je een zure bodem. Wat is nou mooi om dit te gebruiken, dat je door de wormen en het bodemleven laat omzetten in een neutrale compost. Wat direct eigenlijk op de plek is, wat weer direct kan benut worden voor je planten. Heb je vaste planten, heb je fruitbomen die het iets minder doen. Dit is een heel mooi onderdeel naar smeerwortel en andere dingen. En het verteert razendsnel. Dus de witte moer bij de karman, het kan een best boompje worden. En dan praat ik over 3 à 4 meter gemiddeld. Ze kunnen iets hoger worden, maar je kunt hem ook kleiner houden. En dat is toch wel ideaal voor je eigen kleinere tuin. En dan toch te snoepen van een overdaad aan vruchten. En helemaal als je in een stedelijk gebied zit bijvoorbeeld, dan heb je veel minder last van die voorjaarsvorst. En dan kun je eigenlijk jaar op jaar massa's oogsten.